Ik zou wel een keer Chippen willen inhuren als Sinterklaas bij ons thuis. Dat is leuk voor de kleintjes. Wat denk je zelf? Komt hij met zijn glimmende staf naar binnen? Zo. Ja, en die schimmel overal. En als hij uit zijn zak gaat strooien, nou... Heb je dat kutpaard weer? Ja, nou? Wordt er vroeger weer de kerst? Wordt het een stoffige wende? Kom op, zeg, grapverdamme. Strooien, strooien, strooien. Wordt er verstrooid van. Dat is alweer eerst uur. Dan meteen hebben we nog een uur extra weekend. En dan nog een uur. En we hebben fantastische spullen weg te geven. En hele gave gasten. Nee, hebben we vandaag eigenlijk? Bert van Leeuwen. Al knoerthard. Ja. Hoor. Gaan we nu even een poging doen om... Wat ga je doen? Om Pietje te bellen. Pietje? Pietje. Gaan we Pietje bellen? Even Pietje bellen. Welke Pietje? Malle Pietje? Nee, Pietje. Puk? Pietje, ik lust geen bier. Welke Pietje? Pietje de Mientje. Wie ga je bellen? Ik kijk of ik de Mientje kan bellen. Fui. Pietje de Mientje. Hij neemt natuurlijk niet op. Jop. Je hond. Nou, die jongen is volgens mij echt maar zo. Ik heb hem vanmiddag om 4 uur ge-sms'd. Wie gaat dan? Kijk, ja, oké, Domien, die gaat... Je bedoelt, we gaan Domien even... Sanderfest. Die gaat kacheltje lam nu van het Koen en Sanderfest terug naar huis. Maar hij woont zo dicht bij de studio. Dat ik hou mij even met leuk. Ja, hier juist, ja. Maar zo moet je dus staan. Dan weten we het zeker. Ja, maar dit is grappig. Hij is nu aan het opruimen daar. Oh, echt waar? Ben nu een Amsterdam Koen en Sander show opruimen? Ja! Jij wil dus naar huis. Ja, ik ga naar huis. Maar dan kom je eerst eventjes gezellig langs je vriendjes van de vrijdagavondshow. Precies. Ik dacht het niet. Voor de alcoholtest! Ja, leuk toch? De blaastest! Ben je op radio? Nee! Nee, ben je gek? Op tv. Oh. Backstage. Gelukkig. Nee, ik ben helemaal kapot. Ik heb het al een beetje gehad. Je hebt hard gewerkt. Ik heb je wel gemist deze week. Ik heb je lichaam gemist deze week. We hebben je de hele week niet gezien. Kom op, man. Ja, ik heb je niet één keer kunnen nemen van achteren deze week. We hebben Tieten hier in de studio. Wie dan? Wat zeg je, schat? Waar liggen die Tieten dan? Nog één keer. Ja, sorry, maar jongens, voor Best van Leeuw ga ik echt niet komen. Nou, hij komt voor jou alles altijd. En hij neemt zijn dochter mee. Hij neemt zijn dochter mee, toch? Mag ik mee neemt zijn dochter mee? Mag ik mee een familiediner? Hoppa. Dochter van Leeuw. Nou, als we dan beloven dat we Chibbe naakt voor je op de grond neerleggen. Ik heb veel vandaag. We gaan door elkaar heen, hè, met zo'n speakertelefoontje. Ja. Nou, tot zo! Ja, tot zo, dag! Hou hem hard! Hoi! Nou, die heeft er zin in. Hij klonk niet heel vrolijk, hè? Nee, hè? Hij klonk een beetje alsof hij... Zou hij ruzie hebben met iemand? Als een... Of hij is natuurlijk een paar dagen in Disneyland geweest. Misschien vindt hij het heel erg om weer in de realiteit terug te zijn. Dat lijkt mij ook. Dat hij gewoon de kille... Is dat herkenbaar? Kille realiteit van de mensen. Dat is toch gewoon een snabbel? Hij was al 3 dagen... Zat hij toch in Govi? Ik moest zo lachen om wat Frank Dane zei. Nou, en Domien is in Disneyland. En hij is best net hartstikke leuk. Maar hij werd wel een beetje moe van al die mensen die vroeger waren. Nu weet je, in de andere 6 dwergen waren. Ja, die vond ik ook heel mooi. Ook de grap die hij maakte over Giel. God, dat iemand van de tv zo kan doorstromen in de radio. Dus ik ook erg om lachen. Ach ja, jongens. Hey, wat lachen er nou om? Het is allemaal cabaret, mensen. Het is allemaal cabaret natuurlijk. Want ondertussen zijn wij cabaret. Wij al die collega's van 3FM als een heleboel handen op één hele vatsige vieze buik. Precies. Ik heb trouwens wel even een kleine mededeling te doen aan het begin van het tweede uur. Oh, gong! Hebben we meteen... Oh, wacht. Sorry. Oh, ja. We hebben meteen de Pet Shop Boys alarm. Ik heb een zonnebril bij me. Ik heb geen hoofddeksel, maar... Ik heb wel... Hier, dit is mijn zonnebril. Waar is je puntmuts? Ja, die is al maanden weg. Die pion had je. Dat is ook alweer 2 jaar geleden. Ja, dat is heel lang geleden, joh. Voor het nieuwe jaar, voor het nieuwe budget gaan je we... Je moet even niet vergeten om deze Pet Shop Boys alarmmuts mee te nemen naar het glazen huis. Help me even onthouden dat ik hem meeneem om... Ja, we bellen je die zaterdag. Want als je nou weer zo romantisch voor de deur staat, en ik ben er toevallig ook, dan even op afstandje. Maar moet ik er echt serieus de sms gestuurd naar je denk aan die muts met alarm? Ja, natuurlijk. Je kent me toch? Ik weet niet welke vrouw je dan meeneemt. Denk aan die muts met het alarm. Komt er even een ambulanceassistent komt dan langs. Dat is onvoorstelbaar. Hey, je hebt een beetje een leuke week gehad, Chibbe. Want je bent er de hele week niet geweest. Met Michiel produceerde Homar. Homar mocht weer Fanta drinken op vrijdagavond. Ja. Had je weer een snabbelweek in het buurtland? Nee, ik had een beetje vrij. Nog een weekje na. Hij is thuis aan het klussen geweest. Nou, ik zweer je. Mag hebben, sorry? Jij? Chibbe, schilderen. En... Hij moest een schilderij ophangen waarschijnlijk. Nee, echt. De kamer is geverfd. We hebben opnames van. Ja. 1 spijker. Een week lang gaan slaan. Dit is de opname van verven. Dat is de ergste. Nee, daar heb ik een andere opname van.
Op dat moment van het spijkeren, dat is normaal smeren. Mooi wit is niet lelijk. Maar vertel, wat heb je allemaal gedaan, kerel? Ik heb mijn hele woonkamer opgeknapt. En dit is pas het begin. Zo'n mooie bijspijkercursus klussen, dat is wel goed, hè? Dus wil je ook dat je bij jou komt klussen? Nee, zeker niet. Maar heb je een design guru op bezoek gehad die zegt, nou, ik sta meer dit, meer dat. Ja, die zijn er niet deze week. Ja, en dat was... Die zijn er niet deze week. Het gaat fur, jongens. We moeten stoppen. Oh, Domien. Domien. Daar gaat, dat is Domien. Nou, komt. Even kijken. Op speaker. Domientje! Hey. Hey. Ja, nu denken mensen dat ik heel chagrijnig ben, maar dat is niet zo. Wordt getwitterd naar je? Wordt getwitterd naar je dat je chagrijnig overkomt? Nee, maar ik vond die conclusie zelf een beetje. Nou, wij eigenlijk ook. Dus we zitten wel op één lijn. Dat ik vond je eigenlijk wel vrolijk. Wat dat betreft lijkt me net BNN's met z'n allen. We zitten op één lijn. Maar tot zo dus. Wat zei je? Tot zo dus. Nee. Ja. Kom op, zeg. Ja. Van waar de noodzak? De gezelligheid! Je oude vrienden van de NTR! Lekker wijbel, als ik moet komen. En dan vraag of Chippy heel raar gaat staan dat de piemel net tussen zijn benen zit. Dat hij zichzelf op zijn Russisch neemt. Ik ga nu niet doen, en wie weet dan zometeen. Ja! Yay! De winkel! Yay! Dan ben je vanavond afterparty met Chippy on tour. Dus neem een vuilniszak mee. Ja, neem een vuilniszak mee. Nou, lieve Domien. Niks. Tot zo. Nou, wellicht tot zo. Nee, tot zo. Wat nou wellicht? Tot zo. Tot zo. Goedemiddag. Oh, we moeten maar volgens mij is hij helemaal niet lang. Dat is precies. We moeten er weer in.